Tja, en tot besluit van dit programma willen we eigenlijk een man aan u voorstellen die daar zelf eigenlijk helemaal niet van houdt. Hij zit het liefste alleen thuis in de serre te componeren en hij zegt over de nummers die hij schrijft: ik vind ze mooi en als een ander ze ook mooi vindt, nou dan is dat meegenomen, maar het hoeft niet. Wel, die anderen vinden ze mooi, dat is maar al te vaak bewezen. U zult echt, denk ik, versteld staan over de reeks van successen, gecomponeerd door die sympathieke, nuchtere tukker Harry Bannink. Hij wordt begeleid door het Metropoolorkest, ons koor en natuurlijk aan de accordeon Harry Mote. Dit was het programma rond de Gouden Harpen van 83. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. Goedenavond, Harry Bannink. Is on the right side of the velvet over.